Mijn naam is Linda Meijers en ik woon in Zweden. Ik heb altijd het gevoel gehad niet thuis te horen in Nederland en ik reis het daardoor veel buiten Nederland. Maar door vast te houden aan oude gewoontes, personen en mijn woonplaats in Noord-Brabant, bleef ik altijd terugkomen naar mijn veilige cocoon. In de winter van 2020 gingen wij met onze dochter Jane van toen 5 jaar 2 maanden naar Zweden. In die tijd was het leven in Nederland voor mij ondraaglijk geworden. En ik had enorm de behoefte aan rust voor ons gezin, vrijheid en verandering. Ik voelde mij niet meer veilig in mijn cocoon. In deze 2 maanden in Zweden raakten wij op slag verliefd. Een jaar later verkochten wij ons huis in Nederland. En van de overwaarde kochten wij een Zweeds houten huisje aan de rand van een groot bos, uitkijkend over weidevelden. Het huis van mijn dromen. Ons Little House on the Prairie. Mijn hele hart zei dat het tijd was voor deze verandering. Tijd om te doen waar ik mijn hele leven al van droomde. En het is de beste beslissing die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Jaren was ik bang zoiets te ondernemen. Bang voor de reactie van mijn ouders bijvoorbeeld. Maar mijn ouders hebben vroeger nooit geleerd buiten het boekje te gaan. Dat was ondenkbaar in die tijd. Dus ik kon het ze niet kwalijk nemen dat zij hier in het begin anders over dachten dan ik. Maar een ieder gaat zijn eigen weg in het leven. We zijn allemaal op aarde gekomen om ons eigen pad te ontdekken. We zullen nooit gelukkig zijn als we het idee van het leven van iemand anders leven. Mijn favoriete quote is: als je de oversteken in het leven niet durft te maken, dan blijf je vastzitten op kaders die niet meer bij jou passen. Ik besloot om in november 2021 eerlijke vlogs te maken over ons emigratieproces en over ons leven in Zweden. Sindsdien heb ik ontzettend veel positieve mensen om mij heen gekregen op mijn YouTube-kanaal, waar ik erg dankbaar voor ben. Ik ben een hoogsensitief persoon, waardoor ik sterk geprikkeld word door alles om mij heen. Ik heb dit altijd gezien als een blok aan mijn been, maar ik heb ontdekt dat deze zogenaamde last positieve kanten heeft. Ik ben bijvoorbeeld erg creatief, waardoor ik dit soort vlogs kan maken. In mijn vlogs verwonder ik jullie graag met de vele betoverende wandelingen die ik maak in het Zweedse landschap. Ik deel de verbouwingen van en rondom ons huis. De emoties die bij een emigratieproces horen. Een van mijn favoriete hobby's in de winter, ijszwemmen. En ik deel als natuurvoedingsadviseur wilde kruiden en gezondheidsweetjes met jullie. Ik heb een positieve mindset. En ik probeer de wereld waarin ik leef te zien als een sprookje, want dat maakt het leven op aarde zoveel mooier. Volg het pad van jouw dromen en niet de weg van andermans verwachtingen.